Oud-Heverlee Leuven vlamt stevig tegen Anderlecht. Dat en nog meer bij LSL Rewind. Het Lottopark was dé uitgelezen plek voor de topaffiche tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. En Leuven schudt Anderlecht meteen wakker. De truier kan twee keer voorzetten. De kopbal van Zomers mist kracht. Na slecht uitverdedigen bij Paarswit kan de truier opnieuw voorbrengen. Zomers blijft ijzig rustig, haalt uit met links en ze dwingt Friedli tot een goede redding. Bij Anderlecht valt de strijdlust van Amélie de Labre op. Ousraoui zoekt en vindt de Labre voor doel, maar de afwerking kan beter. Wat later ziet de Labre Wijnands vertrekken. Zoveel ruimte heeft die vandaag nog niet gekregen en ze gaat zelf haar kans. Pires heeft de korte hoek goed verkleind en ze pakt in twee tijden. De wedstrijd is evenwichtig tot de truier haar duivels ontbindt. Haar voorzet belandt bij Zomers en zij zet een 0-1 voorsprong in één tijd op het scorebord. Dilja Zomers met haar zevende competitiedoelpunt van het seizoen. Anderlecht heeft meer balbezit, maar echte kansen blijven uit. De rust is al in zicht als Marie de Truijer door de buitenspelval glipt. Ze wordt net genoeg gehinderd door Ousraoui en ook Friedli is goed uitgekomen. 0-1, alles kan nog, tijd voor de pauze. Ook de tweede helft begint met een kans voor OH Leuven. Ampoorter kan koppen, Friedli is bij de pinken en bokst de bal weg. Leuven drukt Anderlecht achteruit. Kees ziet Zomers de diepte opzoeken en zij maakt op koele wijze haar tweede treffer van de namiddag, 0-2. En Dilja Zomers komt bovenaan de topschutterslijst met 8 goals. Het duurt weer even voordat Anderlecht een antwoord klaar heeft. De ingevallen Bouabadi levert een afgemeten voorzet af en de Labre is trefzeker. 1-2, we hebben weer een wedstrijd. De paarswitte vreugde is echter van korte duur. Ampoorter ziet Van Dijk op de juiste plek staan en die geeft Friedli het nakijken met een magistrale streep. 1-3, voor Van Dijk is het ook al haar vijfde LSL-doelpunt dit seizoen. Paarswit geeft de moed niet op. Alweer Bouabadi die goed het overzicht bewaart, maar Wijnands besluit onbesuisd over. Dit was dé kans voor Anderlecht op de 2-3. De Brusselaars kunnen verder geen vuist meer maken. En de laatste grote kans is nog voor Jesling Kuipers. Een pegel van op zo'n 25 meter, maar de lat brengt redding voor Paarswit. En zo blijft het 1-3. It's always important to score goals, but my main focus is just to help the team. So I'm happy to get the 2 goals in for the team. And for me to score those goals, I need a good team behind me. Ik denk dat er heel veel realisme in deze groep zit. En ik denk ook dat je dat ziet in de manier van spelen, maar de manier van verdedigen ook. We maken iets minder van die naïeve kinderlijke fouten dan dat we vorig seizoen maakten. En ik denk dat dat gewoon het proces is dat we aan het doormaken zijn. Maar zeer tevreden vandaag met de prestatie en met de 3 punten. Bij Anderlecht weten ze goed waar de werkpunten liggen met het oog op het bekerduel volgend weekend. En dat is opnieuw tegen OHL. In voetbal draait het om doelpunten maken. Hè. Ik ben al blij dat we die kansen creëren tegen toch een zeer sterk team. En, wij hebben vandaag niet zo efficiënt geweest dan zij. Ik denk dat de 3 doelpunten die we binnenkrijgen te veel een cadeauverpakking zijn. En dat we dat op dit niveau niet kunnen corrigeren. In andere wedstrijden kunnen we foutje nog eens rechtzetten misschien, maar tegen dit Leuven gaat dat niet en daar moeten we de lessen uit trekken. Vrijdagavond stonden Genk en Gent tegenover elkaar. De eerste kans is voor de bezoekers, maar de poging van Helze die gaat over. Aan de overkant komt Van Kerkhoven op aangeven van Van der Zanden in de handen van doelvrouw Maas. Genk voetbal met veel druk naar voor, maar kan net als Gent weinig dreigen voor doel. Net voor de break steekt AA Gent nog eens de neus aan het venster, maar Bosteels die sneller op de bal is dan Klaas, besluit naast 0-0 is de ruststand. In het begin van de tweede helft zit Petri mooi voor op het hoofd van Ella van Kerkhoven. De kopbal gaat over. De thuisploeg toont veel goesting, maar stuit slag op keer op een sterke Riet Maas. Als Van Zijr de meester kan lanceren, komt Maas goed uit om een doelpunt te vermijden. De bedrijvige Luna van Zijr probeert even later ook zelf eens van op afstand, maar haar poging gaat naast. Genk blijft komen, blijft proberen. Van der Zanden met de voorzet. Van Aanrode ziet haar poging op de paal gaan.
Ook de ingevallen Duisters wil van op diezelfde kant een voorzet trappen. De bal waait door en strandt op de lat. Een andere invalster, Amber Maximus, is voor Gent er ook dichtbij. Haar kopbal zeilt naast. De laatste mogelijkheid is voor Genk, maar ook Shari van Bellen kan niet scoren. Zo blijft het 0-0, een punt waar beide ploegen weinig mee opschieten. Ik denk dat we een heel gesloten wedstrijd hebben gezien, maar ik denk één of twee goede kansen voor beide ploegen. Ik denk dat een gelijkspel helemaal terecht is als je vandaag de wedstrijd ziet in totaliteit. Maar ik ben heel tevreden met dit punt, zeker op Genk. We pakken nu 10 op 12 tegen bijna allemaal play-off 1 ploegen ook. Ik denk als je de voorbereiding ziet, een week en een half is onze internationals weg geweest. Gisteren met de storm hebben we maar 30 minuten buiten kunnen trainen. Dus dan zijn we heel tevreden met dit punt. De eerste helft was denk ik voor ons zeker het balbezit. We kregen een paar kleine kansjes, maar ontbrak denk ik de hele wedstrijd om die laatste pas van ons. We hebben nog niks weggegeven denk ik. We hebben laatste kopbalken daar, maar de rest hebben wij constant een bal in de ploeg gehad, maar hebben misschien iets te weinig gecreëerd. En ik moet zeggen, ik heb vandaag de beste keeper van de reeks gezien, Rita Maas. Echt waar, dus, die moet je bal kan plukken op de 11 meter, hoe de goal meespeelt. Chapeau, dat is in mijn ogen de beste keeper van de Super League. Zaterdagavond keken Standaar en Zulte Waregem elkaar in de ogen op Sclessin. De eerste kans van de wedstrijd is voor de thuisploeg. De poging van Toloba wordt gepakt door Seynaven. Standaar trekt de meest offensieve kaart. Zulte Waregem loert op de counter, maar veel kansen levert dat aanvankelijk niet op. Iets voorbij het half uur kan Gelders zich doorzetten. Haar poging wordt onschadelijk gemaakt door Seynaven. 5 minuten voor de rust heeft Barrett de 1-0 aan de voet. Ze kan op snelheid doorgaan, maar een attente Seynaven brengt met een beenveeg de redding. Het eerste gevaar van de tweede helft is voor de bezoekers. Bogu met de voorzet. Van Gorp kan vrij aanleggen, maar stuit op muziek. En ook Bloementaal kan in de rebound niet raak treffen. Ook Standaar krijgt vroeg in de tweede helft een kans. Barrett ziet haar schot afgeblokt. SCV-doelvrouw Seynaven blijft uitblinken. Ook bij een mooie uithaal van Gelders na mooi voorbereidend werk van Toloba. Seynaven heeft een topdag, maar ook een beetje geluk. Even later is het wel raak voor de Rouchettes. Toloba kan de bal veroveren en alleen doorgaan. Ze houdt het hoofd koel en legt de bal simpel achter een kansloze Seynaven. Standaar leidt met 1-0. Beide ploegen willen nog scoren. De thuisploeg is daar nog het dichtst bij. 10 minuten voor tijd, goede draai Barrett, maar ze besluit naast. Diezelfde Barrett heeft op het einde nog een kans om het af te maken, maar haar poging wordt van de lijn gehaald. En zo blijft het 1-0 en doet Standaar een mooie zaak. We wisten dat we op Standaar sowieso een moeilijke wedstrijd gingen hebben. Ik denk dat we strijdvaardig waren vandaag, dat we de wedstrijd gespeeld hebben zoals we hem wilden spelen. Dat we kunnen rekenen op een hele sterke keepster bij ons vandaag. Lou was echt top. En hebben we zelf de kleine kansjes die we gekregen hebben net niet benut, want ik denk dat er dan wel nog iets meer in zat voor ons. On ouvre le score sur un bon pressing. Et puis on a encore eu des occasions, mais ce qui est dommage, c'est de se faire peur jusqu'à la fin du match, alors que ce match, honnêtement, si on gagne 3-0, il n'y a rien à dire. Je ne regarde pas le classement. Je pense que déjà jouer le top 6, ce sera difficile cette année, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être dans le top 6. Donc prenons match après match. Mais de toute façon, quand je vois Louvain jouer, je crois qu'il ne faut pas se tracasser de savoir qui sera le champion facilement cette année, ce sera Louvain. Club Wailé wilde uit bij Woluwe geen steken en punten laten vallen en gaat meteen gretig op zoek naar een doelpunt. Een goede voorzet van Stemberg wordt door Michiels in hoekschop gewerkt. En ook die hoekschop zorgt voor gevaar. Kobbal Abramson, thans met de redding. De intenties van Club Wailé worden in daden omgezet. Want 3 minuten later zijn ze alweer daar. Van Mechelen stuurt Kerkhoven diep. De weg naar doel is nog lang, maar de Brugse blijft engelachtig kalm. 0-1, de eerste van het seizoen voor Kerkhoven, die onder Helene Jaak is uitgegroeid tot een onbetwiste titularis. Ik ben wel blij dat ik mijn kans heb gekregen en ik probeer die altijd opnieuw te grijpen en altijd opnieuw elke wedstrijd mijn best te doen. Ook na de 0-1 blijft club hoog druk zetten en met vertrouwen voetballen. Van Mechelen snijdt naar binnen,
Hakje van Guns, Stenberg met het schot. Tans kan rustig naast kijken, maar toch een knappe actie van club. Woluwe is onmondig in de eerste helft en het is club dat voor gevaar blijft zorgen. Voorzet Boutjebi, Guns kan net niet bij de bal. Dat duo zorgt ook voor de laatste kans voor de rust, maar Guns kan haar eerste basisplek van het seizoen niet verzilveren. Rusten doen we bij 0-1. De tweede helft begint met een ander verhaal. Woluwe trekt meteen ten aanval. Verstralen schiet, maar niet echt een probleem voor Covent. Woluwe wil duidelijk graag een ander gezicht tonen in de tweede helft. Maar Brugge wil daar niet aan meewerken. Balherovering Heida, tot bij Guns. Tergend traag tegen de paal, knap geprobeerd van Guns, maar nog steeds geen 0-2. Daarna is het indommelen tot die minuut 83 van Mechelen Boutjebi bedient. En die schuift de 0-2 onder Tans in doel. Club wint met 0-2 van Woluwe, dat achterblijft met een teleurstellende 3-24. Ça fait mal aussi au niveau du mental, donc on travaille énormément sur ça. On essaye de leur faire comprendre qu'ils ont des qualités, mais qu'elles doivent oser. Et c'est tous les jours à l'entraînement, tous les jours au match qu'il faut prester. Donc voilà, ça va encore prendre du temps, mais j'espère qu'on y arrivera. Ik heb wel de indruk dat de groep nu ook weet dat ze het kunnen, dat we ook een rijtje van overwinningen kunnen neerzetten. En dat is altijd wel leuk meegenomen voor de groep. KV Mechelen en Charleroi kamperen onderin het klassement met slechts 3 puntjes en ze wilden dat mager resultaat graag verdubbelen. Bij Mechelen lijken ze wel vergeten dat de match om 8:30 al begon, want na 15 seconden is het al raak voor de bezoekers. Jadoul scoort meteen 0-1. Bij Mechelen zijn ze echt niet goed wakker. 4 minuten later kunnen de Carolo's opnieuw scoren. Ballan profiteert van de Mechelse miscommunicatie achterin. En Malinois neemt een draak van een start. We waren gewoon niet klaar om aan de wedstrijd te beginnen. Wat eigenlijk een beetje verrassend was, want de opwarming was wel gelijk dat het zou moeten zijn. Dat zijn 2 fases waarin dat je niet attent bent. Voor de Zebras lijkt er lange tijd geen vuiltje aan de lucht. Tot er ook bij hen even een communicatiestoornis is in de defensie. Of Bouharat de bal al dan niet raakt is van ondergeschikt belang, de aansluitingstreffer is wel een feit. Het momentum is dan gekeerd en al helemaal als Bouharat op een geweldige manier gelijk maakt via een vrije trap. De bal zakt net op tijd en de bordjes hangen weer gelijk na een half uurtje spelen. 5 minuten later begaat Serret een overtreding. Daarmee pakt ze haar 2e gele kaart in de match, dat is rood, en exit Serret. Bouhara mag opnieuw aanleggen met een vrije trap, maar Caret heeft haar lesje geleerd. De bal blijft nog even hangen. Pirenne kan nog uithalen, maar opnieuw is er de redding van Caret. Het blijft 2-2 bij de rust na een spektakelrijke eerste helft. Na de pauze is het Mechelen dat het beste start. Nuis devieert lichtjes de vrije trap van Bouhara en de bal gaat binnen. De comeback is nu helemaal compleet en opnieuw na een vrije trap van Bouhara. Hebben jullie getraind op stilstaande fases en vrije trappen meer bepaald deze week? Niet speciaal deze week, maar we trainen er wel regelmatig op. Dus ja, het is altijd fijn als je dan doelpuntjes kunt meepakken op stilstaande fases natuurlijk. Mechelen voetbalt vanuit een zetel en tikt de bal makkelijk rond met de vrouw Meer op het veld. 10 minuten voor tijd biedt Janssens Nuijens de 4-2 aan en kunnen de boeken helemaal dicht. Mechelen wint alsnog na een slechte start en kan 3 belangrijke punten bijschrijven op zijn konto. We wisten dat we tegen dit soort tegenstanders wel moesten de punten nemen om uiteindelijk toch wel afstand te nemen met de onderste regionen en aansluiting met de ploegen boven ons. Daarin hebben we ook gewoon onze job gedaan en kunnen we eigenlijk een klein beetje naar boven beginnen kijken. Bij Charleroi zijn ze vooral misnoegd over de wedstrijdleiding. Bon, je pense qu'il y a des choses un petit peu à revoir sur l'aspect défensif. On va analyser les vidéos. Mais bon, on doit se rappeler aussi qu'on fait un sport et je pense que malheureusement les arbitres ne nous ont pas aidés sur ce coup-là. Je ne peux pas être d'accord sur certaines décisions parce que voilà, il y a des choses qui sont contestables et qui ne sont pas normales. Genk verliest punten van Gent, winst houdt Standaard en Club in koers. Onderaan doet KV Mechelen de beste zaak, maar de uitslag van het weekend was de 1-3 zege van OHL op Anderlecht. In de rangschikking loopt OHL verder uit. Standaard is alleen 2e voor een trio met 2 punten minder. Genk en Zultewaregem blijven in de buurt en KV Mechelen heeft een kloofje op de laatste 2. Volgend weekend is er bekervoetbal bij de vrouwen.
Het weekend daarna pikken we weer aan met de Lotto Super League. Tot dan!